welkom bij Nederneurs, jongens. Ja, we gaan vandaag even een snelle video doen. Er is namelijk iets nieuws uitgekomen, jongens. We hebben natuurlijk de NES Mini allemaal gezien. Supermooi apparaat, maar er zitten maar 30 games op. En nu hebben ze iets moois ontdekt. Ze hebben namelijk ontdekt hoe je meer games op de NES Mini kan zetten. Via een mooie soft hack. Dat is eigenlijk heel simpel te doen. Een kind kan de was doen. Het is wel op je eigen veiligheid te doen. Maar dan ga ik je nu laten zien hoe je meer games op je NES Mini kan zetten. Oké, we gaan beginnen met de USB van de NES Mini, waarmee de power binnenkomt. Die gaan we in de computer steken. Hiermee kunnen we verbinding maken straks met de software die op de computer staat. En dan kunnen we dus ROMs op de NES Mini zetten. Vervolgens starten we het programma Hacky op, die te downloaden is via de link die hieronder te zien is. Hij staat ook in de beschrijving van de video, jongens. Dus als je hem wilt downloaden, klik op de link in de beschrijving en het programmaatje komt vanzelf binnen. Als je het programmaatje opstart, nou, ik heb het al een keer gebruikt. Dus zoals je ziet, zitten er al een paar games in. Ik heb 3 games erop gezet. Prince of Persia, Tetris en Adventure Island 2. Om een beetje te testen. Nou, ik moet wel even bijzeggen, al de games die je erop zet, moet je wel legaal zelf al hebben. Dat is gewoon verplicht. Anders ben je eigenlijk illegaal bezig. Waar de ROMs te vinden zijn, dat mag ik niet vertellen, maar Google die vindt alles natuurlijk. Maar ik zal even laten zien hoe dit dus werkt. Nou, je drukt op Add More Games. Hier krijg je dus alle ROMs die je gedownload hebt. Als je die gedownload hebt, dan kan je die dus selecteren. Ik wil nu DuckTales erop gaan zetten. Ik selecteer DuckTales en druk op Open. Dan zie je hem er dus tussen komen te staan. Nou, ziet er allemaal heel mooi uit. Je kan hier zelfs het jaartal nog invullen en de publisher. Nou, ik weet dat dit van Capcom is. Ik weet het jaartal niet uit mijn hoofd, dus daar ga ik niks invullen. Wat hier allemaal staat, allemaal niet nodig om in te vullen. Je kan zelfs de box art toevoegen door op Google te klikken. Dan zoekt hij automatisch naar een mooi plaatje. Dan klik je deze aan, dubbelklik. Wordt het automatisch ingevuld. En nu komt eigenlijk het moeilijkste van alles. En dat is het uploaden naar de NES Mini. Dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je klikt op de knop die hier staat. En dan krijg je dit schermpje met de volgende stappen. Er staan 5 stappen in totaal. Make sure the power button in de NES is switched off. Dus je moet hem aansluiten aan je computer als die uit is. Nou, dat hebben we gedaan. Reconnect de NES Mini met de PC. Nou, dat hebben we ook gedaan. Dus je moet hem verbinden met de PC. Daarna moet je de reset button ingedrukt houden en daarna de power switch aandrukken. En als dat gebeurd is, moet je hem na een paar seconden weer loslaten. En we moeten ook de drives installeren. Nou, de drives kan je alvast installeren. Dat heb ik al gedaan, maar je klikt dus op deze knop en dan gaat hij de drives installeren. Dat doet hij 1 keer en is het goed. Dan gaan we de reset knop ingedrukt houden en dan drukken we de power knop aan. Nu staat hij dus aan. Na een paar seconden begint er op het scherm wat te gebeuren. Dan mag je de powerknop weer loslaten. Als de powerknop eenmaal losgelaten is, gaat hij dus bezig met de software op de NES Mini te zetten. De eerste keer gaat hij ook nog wat andere dingen vragen. Hier moet je gewoon doorheen klikken. Dit zijn van die checks. Als het goed is, geeft hij geen errors. Maar als hij een error geeft, zijn dat meestal errors die gewoon te skippen zijn. Er zijn eigenlijk geen gevallen geweest nog waar het mis is gegaan. Dus we gaan hier gewoon wachten tot de uploading van de kernel klaar is. En dan zijn de spellen beschikbaar op de NES. En dan geeft hij een mooie pop-up. Zoals je ziet is die done. Zegt hij dan wait until the power LED uitgaat. Dus je moet wachten tot het lampje uitgaat. Die is nu uit. Nu kunnen we deze uitzetten. En dan drukken we op OK. En dan is het eigenlijk gebeurd. We hebben de NES Mini weer aangesloten en we scrollen door de games toe. Je zag Tetris al even voorbij komen, die er eigenlijk niet tussen hoort te staan. En we hebben DuckTales volgens mij gevonden. Ja, kijk, daar is die. We starten de game op en je ziet dat het gewoon perfect werkt. We starten even een normal game. Dan gaan we even kijken of een leveltje het doet. Dus we kiezen denk ik maar even de bovenste uit. En zoals je ziet, lopen, springen, alles doet het. Dus het is geslaagd. Nou jongens, vonden jullie deze video wel handig en hebben jullie er wat aan gehad? Geef deze video dan vooral een like en subscribe voor meer video's. Want we gaan natuurlijk nog wel NES games spelen, we gaan van alles doen. Dus subscribe voor meer video's en dan zien we jullie de volgende keer weer. Tot ziens!